En in onze gemeente zijn we nu bezig met duurzaamheid en een duurzaamheidsvisie die we hebben lopen. En die is eigenlijk gebaseerd op samenbewust. Want je kunt het als gemeente niet alleen. Als je nog verder wilt, moet je ruimtetelescopen hebben. Met ruimtetelescopen kijken we er al in en kunnen we ontzettend veel leren. Onze melkweg, dat is niet onze, want daar zit er meer in, maar dat is een buurmelkweg. En onze zon is een heel klein sterretje in de arm van zo'n melkweg. En die satellieten, die houden als het ware een vinger aan de pols om te kijken of het goed gaat met hem. Op een gegeven moment word je aangewezen voor een vlucht en dan ben je dus, hoor je bij een groep. Een heleboel, Canadezen, Russen, Japanners, Amerikanen, Europeanen. We werken met robots, want robots zijn heel handig. We kunnen allerlei dingen overnemen, gevaarlijke dingen. We moeten heel veel oefenen met allemaal apparaten. Ook apparaten die in Nederland worden gemaakt. Dit apparaat, deze box hier, is in Brabant gemaakt. De Soyuz. Dit is het ruimteschip waarin je zit. En het is 7 meter lang. En hier koppelen, antennes. En dus dit is wat je ziet als je in de Soyuz zit. Alles is in het Russisch. Technisch Russisch en afgekort. Dus afgekort technisch Russisch. En dan moeten we ook nog elke dag 2 uur sporten. 2 uur, dat we zo slap worden, moeten we elke dag 2 uur om de dag keihard fietsen. Nou, dan hebben we ook nog operationele taken, koppelen van ruimteschepen. Komt er eentje aan, het is een grote dubbeldekkerbus. Nederlandse zonnepanelen. Geen vleugels, hè? Aan vleugels heb je niks in de ruimte. Dat zien we een beetje hier. Hier is het ruimtestation. Daar komt het ruimteschip aanvliegen. En je ziet allemaal kleine raketjes vuren. Want zo moet je bewegen, draaien, rollen enzovoort.